Een nieuwe aflevering, dames en heren. Leuk dat je kijkt van het Artiestenfestival. We gaan weer genieten van verschillende artiesten. Veel gezelligheid. Je kijkt mee. En Jozef, waar gaan we mee beginnen? Wie zit er bij jou? Femke, goedemiddag. Een hele goede middag. Ja, we hebben een tijdje terug met elkaar gezien hebben. Ja, dat klopt. De vorige keer was volgens mij in Eerbeek dat we daar stonden. Dat zou vorig jaar of het jaar ervoor geweest zijn. Twee keer geweest. Dit jaar niet. Ze zijn een verbouwer daar. Dus. Nee, klopt. Dat is een tijd geleden. Ja. Leuk dat maar ik dit weer, is hè? Ook een leuke locatie. Heel leuk. En dat is dicht bij huis. Hè. Dat is een half uurtje vanaf Arnhem af. Dus, Ja, dat was Eerbeek ook. Ja, precies. Dat ook. Jij hebt alleen maar thuiswedstrijden. Ja, precies. Alleen maar goed, hè? Ja. Nou, als je met optreden bent, niet hebben, dat met het hele land doorgaat. Ik ga het hele land door, ja. Echt van Brabant tot de kop van Noord-Holland. Dus, ja. De laatste tijd nog nieuws gemaakt? Ja, mijn nieuwste single Ga Voor Ons. Die is 14 juni uitgekomen. En die ga ik straks ook lekker doen. Die ga ik ook straks ook zingen. En voor de rest komen er nog twee nieuwe platen aan. Een uptempo en een heel mooi duet met een andere artiest. Mannelijke artiest. Mag je niet verraden wie? Nee. Dat zou ik echt. Als je dat verraadt, Fem, dan doen we je wat. Nee, gaat echt niet. Nee, moet niet. Moet verrassing blijven. Een beetje spannend houden. Dus, maar de mensen moeten me vooral op Facebook blijven volgen. Want daar zet ik eigenlijk alles op wat ik doe. Ja, dat is eigenlijk wel het medium tegenwoordig, hè? Ja, Instagram en Facebook. Daar doe ik eigenlijk het meeste mee, ja. Twitter is minder. Dat was toen wel een hele hype. Maar eigenlijk Instagram en Facebook wordt gewoon het meeste mee gedaan. Dus, Dan ga jij even vanmiddag zingen? Ik ga een nieuwe single doen, Ga Voor Ons. En ik ga een Davina Michel doen, Duur Te Lang. Ik dacht, het is misschien wel leuk, dat kent iedereen wel. Ja. En het is een plaat dat ik eigenlijk altijd wel in mijn repertoire doe. En daar gaat iedereen eigenlijk wel op los. Nou, we gaan ervan genieten, joh. Ja, hou ze van de stoelen af hier. Ga ik zeker doen, dankjewel. Oké, bedankt. We gaan lekker door naar de aflevering. En wat een gezellige dame. En hoe bijzonder is dat je gewoon je eigen label voert. En we zijn inmiddels al 6 nummers verder. Op haar eigen label lekker de nummers uitbrengen. Gewoon lekker het ding doen wat ze zelf heel graag wil doen. En dat is fijn voor een artiest. Wij kunnen er hiervan gaan genieten. Live on stage, hier helemaal in Braamt. Hier is Femke Hengeveld. Je wist het zo zeker, maar weet niet meer.
Dankjewel. Hele goedemiddag. Een hele goedemiddag, Jozef. Ja, blij dat je er weer bent. Waar haal jij de energie steeds vandaan? veel oefenen. Oefenen baat kunst, hè? Ja, nou, ik volg je heel veel op Facebook. Als ik zie hoe vaak jullie nog weg zijn, ik vind het echt verbazingwekkend. Ja, ik heb veel te doen. Ja. En ik zit natuurlijk in een vak waar ik heel veel lieve collega's heb. Dus we worden heel veel gevraagd voor premières en etentjes. En dan heb ik nog mijn optredens. Erwin zit hier. Erwin doet mijn geluid al jaren. Maar Erwin heeft een vrouw Willeke de Stijl. En daar doe ik heel veel optredens mee. En Erwin doet het geluid. En het is gewoon heerlijk om te doen. En Erwin zingt zelf ook nog goed, hè? Erwin zit zeker goed. Hij heeft nu een plaatje over horen uit. En hij had een prachtig liedje van mij opgenomen. Pootje baaien. Dat was een liedje wat ik heb met Peter Koelewijn opgenomen. Heel oude. Ja. En Erwin heeft het nieuwe leven ingeblazen. En verleden jaar is het goed opgepikt bij Radio NL. Ga je zelf binnenkort nog weer wat nieuws doen? Of doe je nog gewoon lekker? Ik zie wat er op mijn pad komt. Nee. Dat komt, wij hebben van de week een clipopname. En dat doet Patrick van Bree van Ancora. Patrick neemt altijd de clips op voor mij. Ja. Patrick en Belinda zijn al jaren vrienden van mijn man Jan en ik. En ja, en Willeke en ik gaan een Willeke de Stijl en ik hebben een liedje. En die gaan we opnemen. En het is gewoon een heerlijk nummer. En een tekst wat heel erg waar is. Sorry. Nou, we gaan erop wachten. Want ik wacht echt op die nummers. Want ik heb bijna denk ik alles van je, hoop ik. En ik vind het fantastisch om te horen eigenlijk. Ook die oude nummers nog altijd. Je blijft een goede vriend. En daarom ben ik speciaal voor gekomen. Ik ben u heel dankbaar dat je er weer bent. U is mijn vader. Gewoon jij en jou, hè? Oké. Jozef, heel erg bedankt. Bedankt. Aan al jouw kijkers, ik wens jullie allemaal het allerbeste toe. En ik weet niet wanneer het uitgezonden wordt, maar geniet van deze mooie zomer. Jozef, wat zijn we blij dat deze man weer eens te gast is bij ons in de uitzendingen van het Artiestenfestival. In het Gooise geboren in Bussum. We weten het eigenlijk ondertussen al wel 3-jarige leeftijd. Verhuisd naar richting het staatje New York. Waar alles, ook de hele wereld voor hem openbrak. Hij heeft zelfs mogen zingen toen nog voor John F. Kennedy was het in die tijd. Toen was hij nog senator. Nu inmiddels goed terug in Nederland gekomen. Allerlei hele mooie kansen gekregen. Voor mij is hij ondeugend geboren, deze man. Hè? Boven het reuzenrad met Siska Peters. Wil die hebben lopen zinnen. En ik kan eigenlijk wel een heel... Er kunnen boeken over geschreven worden, dames. Zijn autobiografie wordt waarschijnlijk ook net zo dik als de dikke van Dalen. Bijzonder verhalen, maar we zijn er blij dat hij bij is. Met zijn gezelligheid, zijn stem en zijn heerlijke aanwezigheid. Dames en heren, hier is Ronnie Tober. Dankjewel, Frankie. We gaan van links naar rechts. Hey. Dag, lieve schat. Het leven dat heeft zoveel tegen. Elke een is een gok. Laat het besef je pas. Of het de juiste was. Ik weet, jij kunt moeten kiezen. Je hebt zoveel dingen geprobeerd. Ik heb veel van de wereld gezien. Ik heb zoveel geleerd. En deze schiemel zo is jij. Nee, er is niemand zoals jij. Nee, er is niemand zoals ik. Toch passen wij goed bij elkaar. En ik heb totaal geen air. Ook al kom ik toch van ver. Mijn hart, dat spreekt dezelfde. Dromen, die moet je bewaren. Dromen die moet je bewaren, verstop ze in je hart. Gebruik ze als een splinter, nieuwe start. Corina, wat er is! Nee, er is niemand zoals jij. Nee, er is niemand zoals ik. Mijn hart, dat spreekt dezelfde. We maken het heel gemakkelijk, kom la la la. Zo langzaam aan ouder en kijk ik dan om me heen. Verandert de wereld te vlug. Is het leven?
en goed dat ze dingen verstaan. Luisterend naar wie kreet en neemt dingen. Nee, er is niemand zoals jij. En nee, er is niemand zoals jij. Nee, er is niemand zoals ik. Toch passen wij goed bij elkaar. En ik heb totaal geen er. Ook al kom ik toch van ver. Mijn hart, dat spreekt er zelf. Dromen die moet je bewaren. Dromen die moet je bewaren. Verstop ze in je. Gebruik ze voor een nieuwe splinterstart. Nee, er is niemand zoals jij. Nee, er is niemand zoals jij. Nee, er is niemand zoals ik. Toch valsen wij goed bij elkaar. We zijn hier. En ik heb totaal geen air. Ook al kom ik toch van ver. Mijn hart, dat spreekt dezelfde taal. Mijn hart, dat spreekt dezelfde taal. Hartje! Hoe fijn is dat, dames en heren, om deze geweldige artiesten hier steeds voorbij te zien komen? Het artiestenfestival. Oudere generatie, om zo maar te zeggen. Met respect, oudere generatie. Maar goed, een iets eerdere generatie. Met de jongere generatie die het over gaan nemen. En deze artiesten hebben wij vandaag toevallig allebei in ons programma. Dus we kunnen natuurlijk niet gaan onthouden om ook hier een heel mooi duet van deze twee geweldenaren te zien. Marco de Hollander met Ronnie Tsober. Dankjewel. Dankjewel. Nou, daar gaan we met die handen. Ha! Samen met jou.
mensen. Tot ziens. Jamie, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben een tijd terug je tegengekomen ben. Ja, al 2 jaartjes hè. Zo lang alweer. Zo. Hele leuke nieuwe plaat gemaakt. Dankjewel. Ja. Ja. Zelf geschreven, laten doen. Nee, ik heb meegedaan aan TV73. Dat is een tv iets in Brabant. En ik heb met Noro's en Kees Stel, Ik Dans Alleen Met Jou samengemaakt. Omdat het een opdracht was om binnen 3 uur tijd een muziek, een heel nieuw nummer te maken. Dat was wel inderdaad een opdracht. Een hele goede opdracht, ja. Maar wel gelukt. Gelukkig wel, ja. Ja. En je bent zelf ook tevreden over het product? Ja, heel erg, ja. Ja, want als je iets in 3 uur in elkaar moet zetten, dat is toch, dan zou je toch zeggen, de kantjes markeren dan wel eens iets aan doen. Ja, dat denk je wel, omdat het binnen 3 uur tijd is, zeg maar. Maar totaal niet. Nee. Nou ja, goed, dan is het in ieder geval goed gelukt. Dit was je eerste eigen plaat, of? Mijn eerste eigen plaat, ja, klopt. Ja. Dat smaakt naar meer, denk ik. Ja, echt wel. Ik ben nu al helemaal zenuwachtig om er weer een te maken. Ja? Dus dit artiestenleven bevalt je wel? Ja, echt wel, ja. Ook een beetje druk ermee dan? Of? Heel druk, ja. De laatste tijd wel. Ja. Ja, hier in de regio, echt in de regio of ben je ook door het hele land al een beetje bezig? Ik ben nu ook wel in België en zo bezig. Winterberg, dus ja. Ik ben... Dat zijn wel leuke plaatsen. Ja. En wat ga je hier vanmiddag zingen? Ik Dans Alleen Met Jou, dus mijn nieuwe single. En een Shalali mix. Die heb ik samengemaakt met Wilbert Pigmans. Dus ja. We gaan ervan genieten. Succes. Ja, echt wel. Dankjewel. Dankjewel Jozef. En hoe fijn het is het weer dat ze weer bij ons aanwezig is. Een tijdje geleden alweer op een ander park. Een vakantiepark waar ze heel graag voorbij komt uiteraard. Nu vandaag weer. Wat is ze weer mooi gekleed. En een mooie kleur. Zij deed ooit mee met TV73 ook volgens mij. Dat is een hele mooie uitdaging aanging. De muziekuitdaging. Ze is keihard aan het knallen in de muziek. Zeker gezien haar, ja, toch kan ik wel zeggen, op mijn leeftijd. Haar jeugdige leeftijd. We zijn erg blij dat ze erbij is. En wij ontvangen hier altijd weer met een waanzinnig applaus. Want zij heet Jamie Veugelink. Liefde voor mij.
De gezelligheid, je ziet ze al terugkomen. Ze zijn al bij ons aankomen sluiten, lieve mensen. Een duo, twee broeders, helemaal weer over de Duitse grens. Nou, hier in Braand valt het gelukkig mee. Een half uurtje maar rijden. Ze hebben er wel eens veel langer over moeten doen om bij ons bij het artiestenfestival aan te sluiten. En ze zijn blij. Ik zie twee blije broers. Twee vrouwe broeder. Want ze staan maar liefst alweer op nummer 111 in een zeer bijzondere hitlijst van Duitsland. De Deutsches Musikfernsehen. Daar staan ze al voor de tweede week op nummer 111. En wij hebben ze vandaag hier, dames en heren. Hou het applaus vol voor Duo Vamos! Dank u wel. Reggae, Musik und karibische Drinks am Abend. Sie ist süß, so dass mir das Herz fast bricht. Nach unserem ersten Tanz, nach unserem ersten Kuss, sagte sie mir leise, dass sie von mir gehen muss. Kennt ihr Geheimnis? Sie ist ein Kind von Sonne und blauem Meer. Die Koffer sind schon gepackt, das Ticket ist schon bezahlt. Komm noch mal in meinen Arm, denn ich verliere dich bald. Dames en heren, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van onze eigen Het Artiestenfestival. We bedanken u uiteraard voor het kijken. En mocht je meer informatie willen hebben, kijk op www.hetartiestenfestival.nl. En dan zie je deze geweldige artiesten voorbij komen, waar we de opnames doen en waar je alle afleveringen terug kunt terugkijken. Dus nogmaals, bedankt voor het kijken. Iedereen bedankt voor het aanwezig zijn en graag tot de volgende keer. Bye bye!